Jongens, welkom terug bij een nieuw video van Far Cry 4. Het is vandaag donderdag 20 mei 2021, 3:15 middags. En we gaan vandaag gelijk verder met Far Cry 4. The game of the century. Ik weet niet wat de hel ik lul, maar we gaan verder. Uplay. Alsjeblieft, Uplay. Overslaan. Hoe vaak moet ik op overslaan drukken voordat je snapt dat ik geen fucking Uplay word? Fucking Ubisoft, achterlijke mongolen dat jullie zijn. Maar het is een company die wil alleen maar money en boeit niet de mensen. Ik bedoel, ja, ze maken leuke games. Alleen dat Uplay, kom op man, wie de fuck gebruikt er nou Uplay? Doe even normaal. In ieder geval mensen, het is vandaag donderdag. We gaan vandaag gelijk verder. En wat heb ik vandaag gedaan mensen? Ik had een beetje les. Een beetje talkles, alleen maar niet heel veel gedaan. Best wel saai, geen in een flik uitgevoerd. Daarnaast mensen de nieuwtjes. Minecraft Survival Island, doe maar game op je. Ben ik bij dag 465 nog steeds. Maggie, nieuwe episode. Maggie Season 1, I guess. Wat de hel zijn er nou aan het doen? Kom op, kan ik één fucking keer raak schieten? No way! No fucking way! Ik ben zo fucking ruk. Ik ben zo slecht, mensen. Het spijt me dat ik zo fucking ruk ben in deze game. Are you for real? Oh, ik moet hierheen. Waarom in de hel moet ik helemaal daarheen? Oké, nou in ieder geval, ze zijn dood. Daar gaat het om. Maggie, mensen, ben ik bijna episode 21. En verder heb ik geen nieuwe film of nieuwe serie gekeken. Maggie is echt een fucking leuke anime, mensen. Ik raad je echt aan om het te kijken. Echt een hele leuke anime. Ja, gelukkig heeft hij ook een seizoen 2 van allebei 25 episodes. Dus in totaal is het volgens mij 50 episodes. Wat ik heel erg chill vind. Want ze is een hele leuke anime. Dus dan wil ik juist heel veel episodes ervan. En verder ja, is het gewoon chill. Ja, verder kan ik er niks meer van maken, mensen. We gaan gewoon hier even naar beneden duiken. Let's go! We gaan waarschijnlijk aangerand worden door een paar van die visjes. Ik denk het wel. Ik bedoel, ik ga mijn hoops hoog houden dat we worden aangerand door vissen. Zijn dat niet bad guys of niet? Ben ik nou? Nee, het zijn neutrals. Oké. Hey, hier is zo'n kutvis. Of niet? Hey, baby. Oh, dat is gewoon een normale vis. Wow, oké. The fuck? Wat is er gaande, boys? Oh, nee. Ik moet hem redden. Hallo. Hallo, kill die leopard dan. Kom op. Heb ik je gered? Als het goed is heb ik je gered. Je familie is wel dood, maar ik heb je wel gered. Maar in ieder geval is Maggie dus echt een leuke anime. Ik ben episode 21, bijna seizoen 1 afgekeken. Fucking apes anime, ga hem kijken. Ja, trouwens, uit die anime, ik ship Alibaba of zo. Echt, ik kan die naam niet uitspreken. Het zijn echt kutnamen die die characters hebben. Like, normaal is social anime is Japans, dus die namen kan ik sowieso niet uitspreken. Maar nu is het echt veel erg. De ene blonde guy en dat ene meisje met roze haar. Volgens mij is de afkorting Morg. Morgiana of zo. I don't know. In ieder geval hun ship ik. Dus ja, dat moet je even weten. Waarom? I don't know. Volgens mij worden ze ook echt een ding. Of niet officieel. Maar het is sowieso gehint, ja. Dus ja, ik hoop eigenlijk dat ze wel samenkomen. Want ik vind het echt heel schattig samen. Zelfs even random kutbeest. Hou nou jullie fucking bed dicht, man. Echt waar. Ik ben toch een verhaal aan het vertellen. Jongen. Rotten en top, man. Wat zijn jullie aan het doen hier, oh? Ja, later. Vernietig of kapen. Nee, fuck jou. Ze mogen hem lekker zelf kapen, I don't care. Maar ja, dat dus met verder heb ik niet echt nieuwtjes. Ik heb vandaag een beetje school gedaan. Ik moet niet echt werken. Een beetje heet. Gisteren een beetje Minecraft gespeeld en verder heb ik niks gedaan. Nee. Professor Layton ben ik nog steeds bij Melodie van Spook Chapter 9. Ik heb de nieuwe game nog niet besteld. €40. Volgens mij de volgende game is Arkazan of zo, of niet? Of is dat de laatste game? Holy tering, man. Kijk, hoe kun je doodgaan door deze beesten? Like, are you for real?
Oprotten jullie, nu! Nu oprotten! Oh my god, no way. Echt waar, fucking eetzwijnen. Wie denken jullie wel niet dat jullie zijn? Is er nog eentje hier? Want die moord ik gelijk uit. Oh, die ligt daar al. Geen idee waarom die zwijnen mij aanvallen. Maar echt fucking eetbeesten. Maar ja, maar verder is dat dus. En ik weet niet welke game hierna komt. Maar ik weet wel dat die heel erg duur gaat zijn. En Anita. Hey, fucker bro. Are you okay? Oh, je bent hier al. Wat ben je hier aan het doen, man? Je bent echt op random plek gewoon aan het chillen. Being the first woman in the golden bath. Okay. The one pushing for change while everybody else is talking back about how you're destroying their heritage. Shit. I am every bit the fighter, the kirati that they are, but they. En kirati. They just see a woman. Ja, misschien moet je dan even bitches killen gewoon. You're a smart man, Ajay. Tell me. Am I the right person for this? Nee, je bent gewoon. Good. Sabal, he's got all these supporters, and I just keep thinking, are they blind? Or am I just? Ik vraag me af, als je nu de hele tijd voor Amita kiest, heeft zij dan al die supporters? Lijkt me wel raar, maar AJ is wel influential, dus I don't know. Dat zei ik heel raar. Decision is for the weak. Wat? Okay. Remember that. Zo, misschien vision. Moet je gewoon wat doen, man. The poppies they've been shipped to an old brick factory for processing. Sabal wants to destroy it. He's so sure of himself. En jij wilt zeker niet. Ja. Exactly. That's everything we need to plan for the future while he's stuck in the past. I say in yes, he says no. Ja, inderdaad. But I'm hoping you will be the one to do the right thing. Ah, oh, weer me. Persuade, man. Echt, Amita houdt toch je bek dicht. Nou, ik weet niet wat het is. En dan eens ga je hier staan. Wat ben je aan het doen? Amita. Zegt hij zeker I'm in of zo. Ja, dat zegt AJ de hele tijd. Ik doe het en dan doet hij het niet. I need you to take Noah's brick factory without destroying it. We'll put it to good use later. Ajay, be careful, huh? It's very well guarded. Thanks, bro, dat je voor me uitkijkt. Nou, eerst gaan we nu even naar Sabal. Amita wil dit verhoofd en beschermd om opium te verwerken. Ik vind drugs, nee man. Echt, hier zegt opium alleen, dat is voornamelijk voor drugs. Alleen zegt ook, ja, het kan voor medicijnen gebruikt worden. Ja, dat kan waarschijnlijk ook. Wat loop jij hier zo met je handen zo? Ik ben zenuwachtig. En nu ineens sta je hier ook. Met twee useless nameless characters. Ja. Amita told me about the breakfast. Ja, verder is Maggie geweldig en mee gaan kijken. Eigenlijk moet ik zo naar school. Ik moet een beetje kutten en... Ja. Did she give you that sob story about being the first woman in the Golden Path? Ja. She's tried that with me. Arme Amita, man. Ze wordt helemaal afgeslacht. You, did she, brother? Nee, echt. Jullie foppen me allebei foppen. This poison. Pure and simple. Take out Noah's men and bring down the factory. End of story. Laat de pikken. Ik denk dat ik voor Amita ga. Waarom? Omdat ik een simp ben. Makkelijke scheikunde. Nou, ik ben wel van de scheikunde. Maar is dit dan moeilijke scheikunde? Moeilijke scheikunde? Nou, dan lijkt de keuze me easy. Moeilijke scheikunde, mensen. We zijn geen poetsen hier op dit kanaal. Ik bedoel, ik studeer niks voor niks. We gaan die moeilijke scheikunde pakken. Hoppa. Ik weet niet wat voor moeilijke scheikunde. Alleen, vertel het maar, ja. Vertel het maar aan me. Oké, kan ik ook nog fast travel of niet? Ah, dat kan ik. Die is nergens iets om te fast travelen. Hier heb ik zo'n glider, alleen ik weet niet in welke kant die op gaat. Like, waar gaat die glider heen? Kan ik dan ook zo naar links gaan? Ik ga even naar die glider. Oh, daar. Oké, ja, ik pak die glider. Heel chill dat die daar ook staat. Ik moet er even hier naar boven komen. Ja, geweldig anime dus, mensen. Dat is mijn ship. Seven Deadly Sins. Dan moet ik ook op nu wekelijks een nieuwe episode van kijken. Ja, moet ik niet vergeten om te doen, nee. Om wekelijks even Seven Deadly Sins te kijken. Voor episode 19, volgens mij. En ja, verder heb ik niks te zeggen. Nee, jullie zijn hier een beetje aan het chillen. Niks aan het doen. Ik ben er gewoon een beetje aan het kutten. Een beetje school doen. Een beetje Minecraft. Eigenlijk moet ik zo wel echt aan school. Want ik ben echt aan het kutten. En verder heb ik niks te zeggen, mensen. Een paar dagen geleden ging ik naar een snackbar om wat patat te eten. Was fucking lekker. Weer ongezond bezig.
Maar hey, it is what it is. Volgens mij is hier trouwens de final mission van de game op dit gebied, maar dat weet ik niet zeker. Of dat was in het noorden. Waarschijnlijk is dat in het noorden, dus dan kan het sowieso niet zijn. Heel veel locaties zijn gewoon een beetje copy-paste en kleine dingen veranderen, want anders kost het kaholo veel om zo'n game hele te maken. Alsnog vind ik het echt een vette game. Ja. Ik vind het echt een vette wereld. Alleen het is wel een beetje pale in principe. P-A-L-E, Engels woord, spreek ik verkeerd uit. I know dat het gewoon zo erg hetzelfde is. I mean, ik snap dat je niet echt een change kan hebben in scenery. Want ja, het is hetzelfde land. Je kan ook niet 30 kilometer naar een sneeuwgebied. Nou, je gaat wel af en toe naar de Himalaya. Dat vind ik wel ook wel fucking leuk. Dat je een beetje een scenery change hebt. Jongen, ik kan echt geen Engels. Hopelijk snap je wat ik bedoel. Sorry hoor. Jongen, hou je bek dicht, ja. Of ik kill je. Wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Hallo. Meneer. Sorry. Laten we dat opnieuw doen. Ja, hij irriteerde me gewoon een beetje. Sorry meneer. Ik zal het niet meer doen. Jongen, hij schreeuwde naar mij. Ging als een spas de hele tijd. Ik kan het geen eens nadoen. Zo erg is het. Oké, nu zal ik je niet aanvallen, meneer. Het spijt me. Doe je nu kalm? Ik moet deze poster wel destroyen. Gast, ik wil je weer killen. Maar dat ga ik niet doen. Ik heb geleerd van mijn fouten. Zoals een beloning. Volgens mij krijg je helemaal geen fucking beloning van dat. Maar I'm not sure. Volgens mij sommige OP-wapens moet je ook echt vrijspelen door allemaal random shit te doen. Dus misschien moet ik dat echt gewoon een aflevering wat random shit gaan doen. Fuck a bro. What do you call sergeant? Yes. Sergeant. The factory uses generators to make the air breathable. Destroy them and you force the soldiers out. Whatever you do, keep damage to a minimum. One more thing. Oh. The chief chemist who runs chemist. The facility. Chemist. Walter White. He used to be one of us. Amita wants him dead. Maar dat is zo zielig. Wat als ik die man niet wil doden? Hij was één van ons. Maar hij heeft ons wel verraden, dus hij mag lekker doodgaan. Maar misschien wordt hij daar wel gehouden tegen zijn eigen zin in. En dan wil Amita nu killen. Hey, fuck a olifant. Hey, rustig. Ik ga die fucking olifantenvaardigheid leren. En dat kan ik niet. Ja, kut leven. Eerst ga ik even alarm uitschakelen hoor. Nog twee alarmen. Zo fucking gay hoor. Oh my god. Waar zijn die generatoren dan? Generatoren. Ik kan niet spreken. Oh nee. Ja, en ik ben de lul. Ik ben de lul. Schakel dit alarm uit. Schakel dit alarm uit. Holy tering. En ik ben dood. Oh my god. Nee, ik ga serieus dood door een hond. Oké. Dat faalde sowieso, want ik was al gezien. Wow, deze missie is altijd lastig en ik heb hem ook nog op normaal staan. Ik wist niet, volgens mij was het vorige aflevering, dat ik dacht dat ik het op moeilijk had staan. Ik dacht dat de hele game de hele tijd al moeilijk was. Alleen blijkbaar is hij nou normaal geswitcht. Oké, dit is onze lada. En die zit gewoon een beetje wat te rennen. Let's go. Als het goed is, hebben ze niks door. Toch? Oh god. Oh tering. Oké, die honden moeten gelijk dood. Op rotte doggy, sorry. Oh my god, ik heb dat ding daarboven nodig. Ik heb dat ding daarboven nodig. Nou, jou provoke ik even, olifant, als je het niet erg vindt. Hopelijk gaat die olifant nu wat mensen afslachten. Oké, gebruik dit, gebruik dit, gebruik dit, gebruik dit. Gebruik dit, AJ. Eigenlijk moet ik niet te veel schade aanrichten, nee. Oh god. Oh, sorry. Zorg dat tenminste één generator actief blijft. Oké, sorry boys. Ik zal het doen.
Even eliminatie uit de lucht. Oké, jullie zijn dood. Oké. Oké. Ik weet ook niet waarom je rug naar me toe keert. Like, dat lijkt me echt een dom idee. Oké, later pik je. Jullie zijn als het goed is allemaal dood. Oh god, daar is die olifant die ik... die ik heb uitgeschakeld. Wat de hel ben jij aan het doen? Oh, klimmen, klimmen. Big brain. Nee. Oh. Nee, laat me genezen. Waarom ging hij niet eliminatie van boven doen? Wat een retard. Oké. We hebben er één. Waar zijn die generatoren? Oh, ze zijn daar aangegeven. Ik ben echt een retard. Nee. Kut. Oké, sorry olifant. Jij gaat me toch niet aanvallen? Nee, bedankt. Jij bent nu ineens neutraal geworden. Heel bedankt. Maar daar is er nog eentje. Oké, rot op. Oké. En dan moet ik er zorgen dat er één actief blijft, toch? Hoe schakel ik dit uit dan? Wacht, ben jij... Nee, je bent neutraal tegen mij. Bedankt, bro. Ik ga je even vijandig maken, zodat je die beest even aanvalt. Of ga je mij nu aanvallen? Oh my... Nee, niet go. Niet go. Die shotgun, man. Doet heel veel schade. Hey. Waarom doe ik ook geen eliminatie? Ik ben echt een retard. Rot en entel. Nice. Oké, waar is die generator? Hero. Schakel uit. Oké, nice. Wat nu? Ga naar het lab. That's it. The fumes should drive them out. Yes. Get inside and kill the chemist. Wat als ik dat niet wil, Amita? Oké, dat is er één. Dat is er twee. Ik ben even gefocust, mensen. Kom op. Oprotten, ja. Oké, nog eentje. Jongen, doe die fucking luchtaanval. Waarom doe je dat toch niet, AJ? Oh, ik ben echt een retard. Ik ben echt een motherfucking retard, man. Het spijt me dat ik zo mijn vol ben. Serieus, wat doe ik allemaal? Oké, eerst moet ik alles even herladen. Oké, even rustig, mensen. We gaan het lab in. We gaan de scheikunde uitvoeren. ESMC-kwadraat. Oh, wacht, dat is natuurkunde van Einstein. Ah, dat is er. Wat de fuck doen jullie daar ook? Allebei dood. Oké, nu. Laat me het lab naar binnen. Oh, shit. Eet je even een gasmasker of zo? Heb je dat serieus niet meegebracht? Wow, je bent echt een retard, AJ. Weet je, gaat ze met de fumes naar buiten lokken, alleen je hebt zelf geen gasmasker. Dat is best wel retarded. Kijk, hoe kunnen wij dit inhouden dan? Nou, het zal wel. Op rotte boys. Nee. Holy tering, hè. Vette koppelpik. We zijn lekker aan de drugs. Oh god, er zijn nog meer mensen. Holy shit, man, dit is zo episch. Ik pak dat, bro. Holy. Hij sloeg me, toen ging ik een kop doorstoken. Oké, nog eentje. Dit is waarschijnlijk copyrighted music, zoals bij altijd. Herladen. Oké, open. Als het goed is, komt hij een big boy achter. People confuse the two all the damn time, but not on my watch. Sorry, bro, ik moet je killen. Laat de peer. Sorry, bro, ik snap niet waarom ik hem moest killen. Dat snap ik echt niet. What? Oh?
sorry bro, je moet even doodgaan. How? Eetje, die boeit het ook niet gewoon. It happens time and time. Hey, weg hou jij. What the fuck is happening? The energy released upon death was into. Oké. Shit. It's the gas. Eetje praat ook gewoon heel erg rustig. Maar wie ben ik nu dan allemaal aan het killen? Ik bedoel, het schiet wel gewoon, maar fuck it. Checkpoint, oké, je hebt de chemicus gedood, dat doet ook lang. Wat? You said to kill him. It's time to destroy the facility. It's time to light Buttra's ascension to the gods with a giant blaze. What the fuck? You're not making any sense. Eetje is druk. Get out while you can. Ik ga gewoon loesoe, Fuck up, bro! Holy shit, wat voor gun heb ik ooit? Oh my god, maar ik steek mezelf ook in de fik. Daarom is dit wapen ook zo kut. Ik heb infinity ammo. Oké. Oh my god, boys. Jullie moeten even... Sterf, serieus. Wat denk je dat je gaat doen met de machete tegen mij? Fucking... Ja, ik ga dood. Oh my god, wat een move. Schiet, AJ. Alsjeblieft, man. Oprotte jij. Oké, laat me weg, Om te openen. Oké, later. Oké, ben ik weer normaal? Volgens mij ben ik weer normaal. Oh my god, die muziek. Oké, gaat het nu ontsnappen of niet? Eetje is ook helemaal aan het vergassen. Je bent echt dom dat je geen gasmasker hebt meegenomen, Eetje. Echt serieus. Moeilijke scheikunde, missie voltooid. Waarschijnlijk is Sabon in het janken. Ajay, what's wrong? Is the factory secured? Is the chemist dead? Ja, yeah. Maar waarom was hij dood? Yeah, I just, Waarom was die chemist dood? Dat snap ik niet. That's the fumes, but you're okay now. I can't tell you what this means. Aww. Thanks to you, Kirat has a future. If Sabal wasn't so busy looking backwards... Amita leidt het gouden pad. Dat vind ik heel raar, echt. Ik heb maar twee missies gekozen. Ik heb twee missies voor Sabal gekozen. Eén missie voor Amita en gelijk voor, leidt Amita het gouden pad. Dat vind ik een beetje retarded, als ik eerlijk mag zijn. Als ik dat taalgebruik mag gebruiken. Waarschijnlijk wel. Dood de luitenant van het koninklijke leger. Heb ik daar zin in? Ja, ik zie het wel. Even oprotten, boys. Hoe ga ik zo snel dood? Serieus. Oké, nice. Oh, die tering. Wat gebeurt er daar? Dat zijn neushoorns. Volgens mij zijn neushoorns vallen je ook redelijk aan, vaak aan. Oké, ik gebruik zo'n Royal Army auto. Als het goed is, gaat er weer kut radio komen. Hoe zet ik die radio uit? Even serieus. Sorry, olifant. Geen kronselen. Mr. Gale, oh, hij is ook dood. Oh, Willis. Oh, god. Het is Willis van Far Cry 3. Je weet dat het mijn bro Willis is. Eigenlijk heeft... Nee, Willis is gewoon een strijder. Oké, let's go. Ja, fuck up, boys. Oh my god. Ik ben lekker bezig. Oké, ga eruit, Eetje. Ga eruit. Oeh, ik ging bijna dood. Ik denk dat ik deze misgenis af ga doen. Want het is al redelijk laat. Ja, ik ben al 20 minuten bezig. Dus ik heb geen idee waarom ik hier heen ga. Maar dan sta ik er alvast de volgende keer. Snel verkopen. Ja, sure. Ja, sure. Fuck jou. Nee, ik had gewoon Elmo. Oh, meneer, je hebt geluk. Je hebt geluk, meneer. Daar moet ik eerlijk in zijn, ja. Volgens mij heb ik dit op dit vliegveld waar je Willis gaat ontmoeten, heb ik ooit Honey Badgers gefarmd. Hoe heet dat? Honingdassen, ja. Afana, fine. Je moeder. Oké, dus wat doen we hier al? Wie gaan we hier ontmoeten? Oh. Hoe zijn jullie hier ineens?
Wow. Pagan. I'm like Pagan because I have a vision for Kirat. I'm trying to take us out of your third world bullshit. Damn, derde wereld? Fuck up, bro. A culture. Our traditions. Ik weet niet, ze zijn allebei kut. Like what? Marrying little girls, ja, dat is fucked up. Dat is pedofiel. Big plan for Budra. Dat is fucked up, ja. Oh, go for it. Go ahead, show Ajay what kind of man Ajay, you are. Ik ben hier gewoon aan het chillen, bro. I don't answer to you. Damn, easy win. It's Noor's turn. Kun je nooit... We agree on that. Eindelijk, hè, elkaar eens. En nu elkaar neuken en stoppen. Pagan yeah. forced Noor to do those things. He had her family. And how many families did she kill to save her own? Doesn't matter why she did it. She has to pay. Holy... Just like everyone else. Okay, sorry, Noor. I'll decide what happens to Noor. Nice, AJ. Ja, fuck jullie, man. AJ gaat het zelf eens beslissen, man. Oh, nou. Ik heb geen idee waarom die zo erg houdt van Noor. Schiet op de boodschappen. Oh, tering. Daar worden mensen verkracht door een eagle. Oh, nee. Daar zijn weer die zwijnen, man. Jullie vallen me altijd aan, hè, kutbeesten. Oh. Ja, wil je wat? Oprotten jij. Dear doctor, quite the benevolent soul. She came to Kirat on some aid mission in the early days of my reign. Ik ga even fast ruffelen weg hier. Als je het niet erg vindt, laat de pikkie. Ik ga weg. In ieder geval, mensen, bedankt voor het kijken van deze video. Als je het een leuke video vond, laat dan een blauwe duimpje omhoog achter. Abonneer de kanaal naar beneden. Comment de kanaal naar beneden. Ik heb een beetje over Monkey gepraat. Ik moet eigenlijk hier naar school. Ik moet een beetje huilen. Clash Royale gaat nog steeds lekker, mensen. Clash of Clash ook. En Professor Layton moet ik nog steeds eigenlijk uitspelen. En ik moet een nieuwe game kopen. Maar dan moet ik eerst even mijn 2DS aandoen en opladen. En zo en even kijken hoe het gaat. Het gaat sowieso minder chill worden. Omdat, ja, nou, op mijn tablet was het juist gewoon chill. Ik bedoel, ik kon het gratis downloaden natuurlijk. En ik kon het gewoon zo easy spelen en zo. Op mijn 2DS, I know. Wat zijn jullie hier nou aan het doen, boys? Ik wil achter de schermen. Hey, later pikjes, ik ga omhoog. Right, time for plan B. Dan ga ik hier gewoon even... Hey, gebruik een grijpak, AJ. Boskoppelen. Wauw, dat ging heel easy. Ik kan me herinneren nog dat ik heel erg zat te struggelen met deze missie. En dat ik niet zag hoe ik daar naar boven kwam. Maar ik weet niet of dat echt zo was. Of dat gewoon ik nu gewoon dikke drugs op heb. En het gewoon me fantaseer. Maar ik kan me herinneren dat ik moeite had met deze missie. In ieder geval. We zijn achter de schermen. Geen idee wat dit überhaupt is. En waarom dat die deur hier is. I guess voor mensen of zo. AJ, kun je niet zo fucking slom lopen, man? Dit doet me denken aan Outlast 2, The Mines. Huilen mensen, insane speedrun. Ik kan niet geloven dat het al zo lang geleden is. Ik bedoel, ik weet niet hoe lang het geleden is, maar... Volgens mij wel redelijk lang, oké. Okay. Danger, like no shit. Oké, okay, nice. Ik heb geen idee waarom AJ al deze mensen dood, maar... Fuck up, bro. Voorzaak chaos in de arena. Om een beer los te laten. Een neushoorn. Een tijgertje. Een wolf. Hier al. Een beetje chaos. Een beetje op die mensen schieten. Oh, moet ik ze allemaal doden of niet? Ja. Welke plan, man? Ik heb geen idee wat AJ eigenlijk allemaal aan het doen is. Ga de confrontatie aan met Noor of dood haar. Fuck up, bro. Hey, wat de fuck doen jullie? Hallo, AJ, waarom schiet je ook maar één keer, man? Hoe fucking retarded ben jij? AJ schiet ook letterlijk maar één keer met zijn pistool ook. Echt, wat een retard. Oh, deze heeft geen kogels, hè? Hey, ik wou dus kort stoppen. Wacht, wat de hel? Is hij een beer los of zo? Oké, jullie zijn allebei dood. Oh my god, er is een tijger los. Pak hem, tijgertje.
Holy shit, man. Waarom vallen jullie die tijger niet aan? Oh my god, wat zijn jullie allemaal aan het doen? Oké, daar zijn wat mensen. Hier zijn wat mensen. Wow, jullie zijn echt shit. Oh, oké, jullie gaan dood door de tijger. Jij gaat even dood door de tijger. Die tijger gaat nu achter mij aan. Ja. Hé, tijger, rustig. We kunnen niet over praten, bro. We kunnen niet over praten. Ik heb mijn shotgun nodig. Oké, waar is dat kutbeest? Tijger. Oké, waar ben jij? Waar ben jij? Pussycat? Doe niet tijger als je pussy bent. Oké, als het goed is kunnen we nu Noor killen of de confrontatie aangaan. Nou, ik ga de confrontatie aan. Ik ben geen pussy. Nee, I know. Waarom zou jij killen, like? Ga de confrontatie aan met Noor of dood haar. Fuck haar, chickie. Oké, nu heb ik dus de keuze. Ga ik haar killen of ga ik de confrontatie aan? AJ, de keuze is aan jou. People of Kirat, I've given you winners to cheer for and losers to mock. We gaan haar niet killen. Fuck haar, AJ. So desperate is today's gladiators. Hallo. Maar niet van mensen, maar dat verkijk van deze video. Dus 30 minuten. Hey, Noor, hallo. AJ, where's my family? Like, net wou je me nog killen, chickie. Hallo. I'm sorry, Noor. No. I'm so sorry. Sorry. Hagen. Hagen had them killed years ago. I don't need your pity. Oh, good. Noor, wat doe jij? Look, I'm sorry. But you're free now. Noor, wat doe jij? Free. Free from what? All the people I've killed? Ja. Everything I've done? Ja, je moet wel. Je gaat waarschijnlijk niet naar de hemel. Sorry, Noor. Dit is wel net wat er is gebeurd. Ja. Your blood. Mine. Deze mensen zijn helemaal lijk, man. Kijk links. More blood. Ze juichen gewoon. Ah. Waarom juichen ze hierom? Deze mensen zijn helemaal lijpo. Ah, fucking nasty ook. Noor, wat de fuck doe jij? Typos. Nou, sorry Noor. Tenminste heb ik je een keuze gegeven. Ik moet deze video echt eindigen, mensen. Dit wordt echt veel te lang. Ik moet echt aan school nu beginnen. Pikmin heeft ervan dat hij een democratische leider is die wordt geplaagd door de terroristen van het Gouden Pad. Wauw. Ja. Noor is dead. Nee, ik ga je niet vertellen, man. Je bent helemaal lijp. Hey, fuck up, bro. Vaardigheden. We hebben een nieuw vaardigheidspunt. En hier worden gewoon wat bezig gedropt. Die ze niet meer nodig hebben. Oké. Nu ga ik het echt beëindigen, mensen. Want dit gaat echt te ver. Ik wil eigenlijk Maggie kijken, maar ik moet echt gewoon aan school. Ah, ik vind het echt een leuke anime, ja. Echt serieus. Ga het even kijken. Even shout-out. Oké, 13,47% mensen. Bedankt voor het kijken van deze video. Later.